Ik ga jullie nu laten zien hoe je een baardstijl schoonmaakt na gebruik. Wat heb je ervoor nodig? Een beetje aceton, een acetonbestendig bakje, een acetonbestendige kwast, want aceton lost synthetische materialen op, een oude handdoek of een oud washandje, een goede stevige ondergrond die ook tegen aceton kan, dus een aardig blad is meestal wel voldoende, en het haarwerk zelf. Er zit maar heel weinig lijm aan de binnenkant van een haarwerk en je zorgt ervoor dat per dag of per 2 dagen die lijmresten verwijderd worden. Dat kan je doen door het haarwerk op de handdoek te leggen, een klein beetje aceton in het bakje te doen, kwast in de aceton, een beetje afschudden en vanuit de binnenkant van het haarwerk naar buiten toe, precies op de rand waar de lijmresten zitten, wrijf je de lijm naar buiten op de handdoek. Zorg altijd dat je niet te veel aceton gebruikt, want dan los je de lijm op en dan gaat het door de tulle heen in het haar zitten. Dan kan je randje voor randje, heel voorzichtig, alle lijmresten verwijderen. Als je per dag meerdere delen van de baardstijl gaat reinigen, moet je rekening houden met lijmresten op de handdoek. Je moet dan altijd zorgen dat je elk deel op de rand van een handdoek legt, daar schoonmaakt, volgende onderdeel weer op een andere rand van de handdoek en daar schoonmaakt. Zodat alle lijmresten in de handdoek achterblijven en niet in het haar gaan zitten, dus niet aan de voorkant van het haar. Nou, een baard doe je eigenlijk precies op dezelfde manier zoals een pruik. Klein beetje aceton weer. En je begint aan de ene kant van de tulle en wrijft deze naar de andere kant toe. Mocht er echt veel lijm in de baardcel zitten, gebruik dan gewoon nog een beetje en doe hetzelfde nog een keer. Voor snorren geldt precies hetzelfde. Tulle snorren ook op een droog stukje handdoek neerleggen en vanaf de tulle naar de handdoek toe wrijven. Niet naar het haar toe, want dan wrijf je de lijm erin. Dan krijg je alleen maar stijf haar. Of plakkerige delen die je de volgende dag eigenlijk niet meer kunt gebruiken. De wenkbrauwen, precies hetzelfde waar, hou het haar vast en wrijf naar beneden toe alle lijmresten op de handdoek. Baardcellen hebben verschillende kwaliteiten. Je moet goed weten wat je in handen hebt voordat je het gaat schoonmaken. Je hebt baardcellen op een tulle materiaal, dat kan makkelijk met aceton schoongemaakt worden. Je hebt baardcellen op een stoffen materiaal. Sommige stoffen kunnen schoongemaakt worden met aceton, maar veel draden kunnen niet schoongemaakt worden met aceton, want die lossen op. Je hebt baardstellen met een siliconen materiaal. Aceton lost siliconen op, dus daar moet je heel erg mee oppassen en daar moet je omheen werken. Vraag dan ook altijd aan een pruikenmaker of een expert om wat voor soort baardstellen het gaat. Nou, deze baarden zijn eigenlijk niet bedoeld om aan te lijmen. Vaak zien we wel lijmresten, mensen die het aanplakken, maar daar zijn ze niet voor bedoeld. Mocht het nou wel zo zijn dat u dat doet, dan kunt u deze eigenlijk op dezelfde manier schoonmaken als tulle baardstellen. Dus wederom van de stof af, naar de handdoek toe, met iets meer aceton dan bij een tulle baardstel, kunt u zoveel mogelijk van de lijmresten verwijderen. Het nadeel is wel dat de stof ervoor zorgt dat de lijmresten opgenomen worden en dat de stof ook een beetje hard wordt. Nou, dat is op zich niet zo heel erg, dat is niet schadelijk voor het baardstel. Het is alleen bij het dragen iets oncomfortabeler. Maar doe dit wel, zorg dat zoveel mogelijk lijmresten per dag van het baardstel af zijn.